Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we van alles over dieren leren. Dat doen we hier in deze dierentuin. We gaan eens kijken welke dieren hier allemaal wonen. Wacht, ik pak mijn verrekijker er even bij. Zo kunnen we de dieren goed van dichtbij bekijken. Maar hey, ik zie niet alleen dieren. Ik zie ook puzzelstukken. Wat is dat? Er staat een auto op ons te wachten. Met deze auto kunnen we langs de puzzelstukken rijden. Dat is leuk, maar we moeten wel opschieten, want de auto gaat zo vertrekken. Stap maar snel in. Bij de puzzelstukken hoor je straks een dierengeluid. Deze dierengeluiden helpen ons om nog meer over dieren te leren. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Kom, dan gaan we samen met deze auto rijden. Ik ben zo benieuwd welk dier er op de puzzel staat. Weet jij het al? Luister maar goed. Hoorde je dat? Laten we de puzzel gaan spelen. Wat is dit voor dier? Een leeuw. Het dier op de puzzel is een leeuw. Laten we nog meer dieren leren. We rijden gauw weer verder. Op naar het tweede puzzelstuk. Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat zal het zijn? Wat is dit voor dier? Een zebra. Het dier op de puzzel is een zebra. We gaan meteen verder naar het derde puzzelstuk. Hoor jij al een dierengeluid? Ja, ik hoorde het ook. Wat is dit voor dier? Een aap. Het dier op de puzzel is een aap. We hebben nu al drie dieren geleerd. We gaan weer door naar het vierde puzzelstuk. Ken jij dat geluid? Wat is dit voor dier? Een olifant. Het dier op de puzzel is een olifant.
Jij bent goed in dieren leren, zeg. Kijken of jij het volgende dier ook weet. Luister maar weer goed. Wat is dit voor dier? Een neushoorn. Het dier op de puzzel is een neushoorn. Wat een grappige dierengeluiden allemaal. Wat zou het volgende dier kunnen zijn? Wat is dit voor dier? Een tijger. Het dier op de puzzel is een tijger. Zoveel dieren leren. Nou, dan doen we er nog eentje bij. Dat is de laatste. Wat zal dat zijn? Dit dier maakt bijna geen geluid. Je hoort alleen wat bladeren ritselen. Wat is dit voor dier? Een giraf. Het dier op de puzzel is een giraf. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we van alles over dieren leren. Dat doen we hier op deze boerderij. We gaan eens kijken welke dieren hier allemaal wonen. Wacht, ik pak mijn verrekijker er even bij. Zo kunnen we de dieren goed van dichtbij bekijken. Maar hey, ik zie niet alleen dieren. Ik zie ook puzzelstukken. Wat is dat? Er staat een tractor op ons te wachten. Met deze tractor kunnen we langs de puzzelstukken rijden. Dat is leuk. Maar we moeten wel opschieten, want de tractor gaat zo vertrekken. Stap maar snel in. Bij de puzzelstukken hoor je straks een dierengeluid. Deze dierengeluiden helpen ons om nog meer over dieren te leren. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Kom, dan gaan we samen met deze tractor rijden. Ik ben zo benieuwd welk dier er op de puzzel staat. Weet jij het al? Luister maar goed. Hoorde je dat? Laten we de puzzel gaan spelen. Wat is dit voor dier? Een haan.
Het dier op de puzzel is een haan. Laten we nog meer dieren leren. We rijden gauw weer verder. Op naar het tweede puzzelstuk. Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat zal het zijn? Is dit voor dier? Een paard. Het dier op de puzzel is een paard. We gaan meteen verder naar het derde puzzelstuk. Hoor jij al een dierengeluid? Ja, ik hoorde het ook. Wat is dit voor dier? Een kip. Het dier op de puzzel is een kip. We hebben nu al 3 dieren geleerd. We gaan weer door naar het 4e puzzelstuk. Ken jij dat geluid? Wat is dit voor dier? Een eend. Het dier op de puzzel is een eend. Jij bent goed in dieren leren, zeg. Kijken of jij het volgende dier ook weet. Luister maar weer goed. Wat is dit voor dier? Een varken. Het dier op de puzzel is een varken. Wat een grappige dierengeluiden allemaal. Wat zou het volgende dier kunnen zijn? Wat is dit voor dier? Een schaap. Het dier op de puzzel is een schaap. Zoveel dieren leren. Nou, dan doen we er nog eentje bij. Dat is de laatste. Wat zal dat zijn? Je kent het dier vast wel. Op de boerderij hoort dit dier er echt bij.
is dit voor dier? Een koe. Het dier op de puzzel is een koe. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we van alles over dieren leren. Dat doen we hier, in deze jungle. We gaan eens kijken welke dieren hier allemaal wonen. Wacht, ik pak mijn verrekijker er even bij. Zo kunnen we de dieren goed van dichtbij bekijken. Maar hey, ik zie niet alleen dieren. Ik zie ook puzzelstukken. Wat is dat? Er staat een auto op ons te wachten. Met deze auto kunnen we langs de puzzelstukken rijden. Dat is leuk, maar we moeten wel opschieten, want de auto gaat zo vertrekken. Stap maar snel in. Bij de puzzelstukken hoor je straks een dierengeluid. Deze dierengeluiden helpen ons om nog meer over dieren te leren. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Kom, dan gaan we samen met deze auto rijden. Ik ben zo benieuwd welk dier er op de puzzel staat. Weet jij het al? Luister maar goed. Hoorde je dat? Laten we de puzzel gaan spelen. Wat is dit voor dier? Een panter. Het dier op de puzzel is een panter. Laten we nog meer dieren leren. We rijden gauw weer verder. Op naar het tweede puzzelstuk. Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat zal het zijn? Wat is dit voor dier? Een papegaai. Het dier op de puzzel is een papegaai. We gaan meteen verder naar het derde puzzelstuk. Hoor jij al een dierengeluid? Ja, ik hoorde het ook. Wat is dit voor dier? Een kikker. Het dier op de puzzel is een kikker. We hebben nu al drie dieren geleerd. We gaan weer door naar het vierde puzzelstuk. Ken jij dat geluid? Mm-hmm.
Wat is dit voor dier? Een rode panda. Het dier op de puzzel is een rode panda. Jij bent goed in dieren leren, zeg. Kijken of jij het volgende dier ook weet. Dit dier maakt bijna geen geluid. Wat is dit voor dier? Een vlinder. Het dier op de puzzel is een vlinder. Wat een grappige dierengeluiden allemaal. Wat zou het volgende dier kunnen zijn? Wat is dit voor dier? Een toucan. Het dier op de puzzel is een toucan. Zoveel dieren leren. Nou, dan doen we er nog eentje bij. Dat is de laatste. Wat zal dat zijn? Weer goed luisteren naar het dierengeluid. Wat is dit voor dier? Een luiaard. Het dier op de puzzel is een luiaard. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer!